Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Elke week weer zo trouw. Hè? Ik wil vanavond hebben over genezing. Ja. God is een God van genezingen. Maar hij wil wel geloof worden. Ja, God wil geloof worden. Want als er geen geloof is, dan heb je... Ja, dan heb je er niks aan. Als je geen geloof, als je niet in God gelooft, zijn werken, dan is daar ook geen hoop. Is toch zo? Dus wij willen geloven dat God geneest. Want hij is een geneesheer en dat is zijn aard. God wil graag genezen. Alleen, ja, misschien zit je ergens mee dat je denkt, ik zit al zo lang met een kwaal en dat gaat me niet over. Maar de Bijbel zegt ook volhard in gebed, hè? Als er niet geen overwinning is, dan zorg jij dat er overwinning komt. Misschien wil God jouw geloof versterken hierdoor. Want als alles voor de wind gaat, hè, en even een kwartje en de Heer doet het even. Een kwartje in de automaat en de Heer doet het even. He, bij sommigen doet de Heer in één keer. Maar ik heb ook vaak gezien, als mensen pas al bekering komen, dat er in één keer een wonder gebeurt van genezing. Omdat hij wil laten zien wie hij is. Maar ben je heel lang op de weg, gebeurt het ook wel eens niet. Maar het hangt af van je geloof ook. En van de omstandigheden waardoor het komt. He, misschien, ik weet niet... Er zijn allerlei oorzaken. Het kan ook onvergevensgezindheid zijn. Het kan ook dat je nog wrok hebt of dat je iets niet los wil laten of gebondenheid. Hè? Dat kan van alles zijn. En Jezus liet vele malen zien wie zijn vader was. Want hij zegt ook, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En hij deed ook alle dingen wat de Vader zou doen. En dat is genezen. Hij deed heel veel wonderen toen hij op aarde was, met genezingen. Hij liet het zien wie zijn Vader is. En er zijn vele soorten ziekten, hè, in de wereld. Hè, want... geestelijke ziekte, depressie, verslaving. Of dat je er in de problemen zit en heel moeilijk kan slapen, hoor je ook wel eens. Het heeft niet altijd met lichamelijke ziekte te maken als God geneest. Want hier wil ik even voorlezen, Jesaja 57, vers 18. Zijn wegen heb ik gezien. Doch, ik zal het genezen. Zie, daar heb je weer genezen. Zijn wegen heeft God gezien en hij zal het genezen. Dus het heeft niet met ziekte te maken, maar het heeft te maken dat hij God heeft verlaten van de weg. De volk van God hem hebben verlaten. En ik zal het genezen, het lijden en het weer vertroosting schenken. Namelijk aan de treurenden ervan. Ik schep de vrucht, de lippen, vrede, vrede voor hen die verre en voor hen die het nabij is, zegt de Heer. En ik zal hem genezen. Dus genezen kan op allerlei manieren. Hè? Je kan ook in een crisis zitten en dat God ook dat gaat genezen. Dus het hoeft niet altijd met ziekte te maken te hebben. Hè? En er staat in de Nieuwe Vertaling in vers 21... van Jesaja 57. Mijn God zegt, voor wie zich aan mij niet storen, is geen vrede weggelegd. Dus, die zich niet aan God storen en niks van God aantrekken, is er geen vrede weggelegd. Dus als het volk zich bekeert van hun verkeerde wegen,
Dan is er weer voorspoed, vrede en genezing. En er zijn vele verschillende kwalen in een mensenleven. Heel veel verkeerde kwalen. En de Bijbel zegt ook, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Niet dat God die smart brengt, maar je laat hem los. En dan wordt hij aan je lot overgelaten. En dan zijn er roofvogels die op je afkomen. He, de mensen in de wereld die weten niet beter. Is God genadig, maar als jij God hebt gekend en gediend en in één keer laat je hem weer los, dan kun je een prooi zijn van de roofvogels. Dus de mensen hebben niet in de gaten dat het leven die je leeft, een leven moet zijn met God. Dat hebben heel veel mensen niet in de gaten in de wereld. Ze leven gewoon een leven natuurlijk. Hun werk doen ze. Ze doen al van alles. Maar ze weten niet dat dat niet het leven is, het echte leven. Het echte leven is een leven met God. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Jezus heeft de weg vrijgemaakt dat via hem, dat je via hem tot God kan komen. Doordat Jezus al je zonden heeft gedragen aan het kruis. Daarvoor heeft hij een zware offer gebracht. Ja, het is al een genezing als je God in je leven hebt. In je hart hebt. Dan ben je al een stukje verder in de genezing. Want genezing brengt ook met zich mee dat als God in je leven komt. Maar er is nog een gebod, dat als je op de weg blijft van de Heer, en daarin blijf wandelen en getrouw ben, dan zul je voorspoedig zijn. Ja, dan zul je voorspoedig zijn als je in de wil van de Heer bent, als je zijn geboden bewaart, zul je voorspoedig zijn. De Heer wil onze heelmeester zijn. Spreuken 12 vers 18 zegt, de tong der wijze brengt genezing aan. Dus ons spreken naar de anderen toe is ook heel belangrijk. Je kan iemand de grond instampen, hè, met je woorden. Je kan iemand zo naar beneden halen met je woorden. Maar je kan ook met je woorden iemand genezen. Iemand bemoedigen. En dat wil God. In Matteüs 4 vers 23 daar staat dat Jezus de eerste genezingen deed en hij, even kijken hoor, en hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En er staat ook nog ergens in de Bijbel dat allen die tot hem kwamen werden genezen, allemaal. Dat vind ik zo geweldig, hè? Ik bid ook wel eens, hè, vandaag aan de dag. Nou, Heer, als we met mensen moeten bidden, hè? Bijvoorbeeld, hè, dat Hans met heel veel jij bidt of hè, een andere bidt met mensen, dan bid ik altijd, Heer, ze komen niet voor de voorganger, maar ze komen voor u. En u genas allen. Zo kunnen we ook bidden, genees u ook allen die tot hem komen, die bij hem komen, want ze komen toch voor u. Zo kunnen wij ook bidden. Dat iedereen, dus dat er gebeden wordt verhoord bij iedereen, hoeft niet altijd een ziekte te zijn. Want ik vind ook zo geweldig dat gewone dingen ook wordt verhoord, hè, dagelijks leven. Dat je geen werk hebt zoals Henk. Hè, die heeft werk gekregen en Roy is er wel niet, maar die heeft ook werk gekregen.
Kijk, de Heer verhoort dat, hè? Dat is ook geweldig, hè? Zeker. En we hebben een God van herstel, hè? God wil herstellen dat wat kapot is. En jij herstelt ook wel eens dingen, hè, in huis, hè, als het kapot is. En dan is het net als nieuw weer. Ja, het is toch zo? En zo wil God dat ook doen. Hij wil ook iets met je doen, eigenlijk. En God heeft het goede met ons voor. Hij wil repareren wat stuk is aan ons leven. Er zijn ook veel levens die stuk zijn. Ja, dat is waar. Kijk, ik ga wel eens langs de stad. En dan, ja, dan kom ik een winkel tegen voor reparatie. Bijvoorbeeld naaiwerk. Dat heb ik ook gezien in de stad. Dan gaan ze je kleren helemaal weer nieuw maken. Hè? De zoom opnieuw en wat kapot is, een rits. En met schoenen, net zo bij de schoenmaker. En bij de schoenmaker net zo, hè? Nieuwe zolen, nieuwe hakjes. En dan is die schoen weer als nieuw. Zo wil God dat ook doen in ons leven. En zo zijn er heel veel reparaties winkels, laat ik het zo zeggen, die heel veel wil repareren. De een voor misschien stofzuiger, de andere, zoals ik net zei, schoenen. En God kan alles repareren, dat kan God. God weet precies wat er in ons leeft. Hij kijkt ook binnen in ons, hè. Hij repareert ook elke vezel, elke spier die stuk is in je lichaam. En hij maakt het tot iets nieuws. Hij maakt je nieuw naar lichaam, ziel en geest. Dus, wat is hij dan? God is een wonder. We hebben een God van wonderen. En God is een God van voorziening. Hij voorziet je in alles. In al je noden. In al je pijn, in al je ziekte, in al je verdriet. En hij zegt, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ja. Hij zegt hier duidelijk dat zij leven hebben en overvloed. Dus, met andere woorden, als je God en Jezus hebt, dan ga je leven. En overvloedig leven en ook overvloed geeft hij jou. Daarom zeg hij, ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed. Jezus was niet zomaar voor ons gekomen, hè? Hij was bijzonder. Jezus was bijzonder. Hij was gekomen om ons zoveel te bieden, om ons te verlossen van de boze. Om ons de vrijheid te geven in ons leven. Hij was niet zomaar iemand. Hij is de Zoon van God. Hij is koning. Hij kwam voor ons om ons dichter bij God de Vader te brengen. En te laten zien aan de wereld wie zijn Vader is. En hij kwam ook om ons te bevrijden van de zonde. Hij was vol wijsheid. En hierin hoe hij zondaren benadert. Vol liefde en wijsheid. Hij doorzag de harten. Hij kent ons van binnen en van buiten. En bij sommigen, valt me ook op, hè, in het woord, hè. Bij sommigen zegt hij, als hij genezen had, dat zei Jezus, zondig niet meer. Maar bij anderen weer niet. En dat hebben verschillende oorzaken. Hè. Dat bij de ene zegt hij duidelijk en bij de andere zegt hij het niet. Omdat ziekte met verschillende oorzaken te maken heeft. Het kan ook van het voorgeslacht zijn, van je familie, op familie, en dat het kind niks aan kan doen, dat het gewoon over is gegaan. Maar een andere,
die leeft zo in zonde dat hij ook ziek wordt. Dus daarom zegt hij bij de ene wel, zondig niet meer en de andere niet. Dat heeft ook daarmee te maken. Dus hij behandelt ieder op zijn eigen wijze, op verschillende wijzen. En weet je, eigenlijk is Jezus is eigenlijk als een dokter, hè? Die precies wist wat de diagnose van de ziekte is. Ja, dat was Jezus. Als je naar Jezus ging, dan ga je naar een geestelijke dokter. Want hij weet precies wat voor medicijnen je nodig hebt. Hij heeft verschillende medicijnen voor elke ziekte. Dat heeft Jezus. Eigenlijk is Jezus de apotheker. Eigenlijk was hij degene die alles in de kas had om mensen te geven wat nodig is. Ja, en vandaag aan de dag geneest hij nog steeds. Want de Bijbel zegt, ik ben dezelfde tot in alle eeuwigheid. Dus met andere woorden, hij is nog dezelfde als toen hij werkte, werkt hij nu ook dezelfde dingen, ook de genezingen. En daarom zegt hij, ik ben dezelfde tot in alle eeuwigheid. Als hij dezelfde is en hij doet dezelfde werken, ook genezing doet hij nu ook. En heel veel mensen, zelfs in de kerk, geloven dat niet. Ja, dat is waar. Ze geloven wel in genezing, maar dan via de dokter en via het ziekenhuis. Nou, wil ik niet fanatiek zijn. We gaan allemaal wel eens naar de dokter. Iedereen moet wel eens naar de dokter, hè? Want als je gebeden hebt en het gaat niet over, ja, dan wil je weten wat je hebt. Dan ga je naar de dokter. Dat mag ook, maar soms geneest de Heer zo. En als het niet zo is, ga je naar de dokter. Maar er zijn ook andere categorie mensen die geloven alleen dat God je geneest via het ziekenhuis. Die hogere weg, daar geloven ze niet in. Die heb je ook. En je mag bij hem komen met heel je pakhuis, met je rugzak. Ik weet niet wat je in je rugzak hebt allemaal. En in je koffer. De een heeft een zware koffer, hè. Oh, dat zie je zo, hè. En een ballast. En een andere, die heeft weer een lichtere koffer of een lichtere tas. Maar alles wat je draagt, gooi die alles maar voor Jezus' voeten. Hij weet er raad mee. Hij weet wat hij ermee moet doen. Ja, ik vind het heerlijk als je zo'n Heer hebt. Die alles kan. Geweldig, toch? Mm-hmm. Dus God wil niet dat zijn schepping gebukt gaat onder ziekte. Hij is een goedgeefse God. Ja. En sta helemaal open om te ontvangen en om te genezen. Staat helemaal open voor wat God kan doen. God is een goede God. Een God die alsmaar het goede met je voor hebt. Weet je, wanneer je jezelf leert kennen en wanneer God je ook heel goed leert kennen, terwijl God toch alles al van tevoren weet, hè? Wanneer je in een crisistijd zit, wanneer de oorlog is, wanneer ja, alles hevig in je leven is en stormen, dan ga je mensen leren kennen. In de oorlog is het zo, je beste vrienden worden jouw verraders, je vijanden. Want als ze in een benauwde toestand komen, dan ga je zien wie werkelijk een kind van God is. Ja. Dat was toen met de oorlog 45 ook, hè? Waren mensen die waren bevriend met de buren en in één keer werden ze verraders. Dat kan. Misschien uit angst, of misschien uit voordeel, dat ze denken, nou ja, dan hebben wij geen last van die vijand, als wij meedoen. Maar weet je, wie staande blijft, zo geweldig, dat is Job. Job bleef staande in een crisistijd. Hé, Job, die
wist zich staande te houden. Ja. Juist in de moeilijkste tijd is het een training om dicht bij God te blijven. Maar aan het einde werd Job genezen en kreeg alles dubbel terug. Ja, Job die hield zich staande, ondanks dat die vrienden van hem zitten op te jutten. Hè? Ze dachten allemaal dat Job verkeerd stond en dat Job wat gedaan heeft. En daarom zegende God hem. Maar Job hield zich staande en hij was trouw. En wat gaf God hem? Hij werd nog rijker dan hij al geweest was. Hij kreeg weer kinderen, hij kreeg een vrouw, hij kreeg alles weer terug. Dus dat moeten wij heel goed onthouden. In je crisistijd blijf God trouw. En dan krijg je alles dubbel terug. Net als Job. Ja. Zo is het echt. En zelfs voor Jezus was het een beproeving. Toen hij aan het kruis ging. Hij had ook kunnen zeggen, nou ik geef het op. Ik hou het niet vol hoor. Maar hij wist dat hij voor de hele wereld de zonde moest op zich dragen. En voor de hele wereld moest lijden. En hij volgehouden. Ik denk niet dat het makkelijk is geweest. Maar hij heeft het volgehouden en hij heeft het werk volbracht. Want hij had het moeilijker, denk ik, dan Job. Job had het ook moeilijk, maar Jezus had het moeilijker. En juist in die crisistijd bleef hij staande. Nou, geweldig. En een voorbeeld voor ons, hè. Als wij eventjes, laat ik zeggen, als wij eventjes iets hebben, hè, alles valt tegen, even een dagje, oh, dan krijg je zulke gezichten, hè. Ja, terwijl we een goed leven hebben, maar ja, eens een keertje, een stormpje, hè, dan is alles niks meer. Weet je, dat hebben wij gauw, hè. Maar in een crisistijd zoals Jezus dat had, en dan toch nog door te gaan. Nou, dat lijkt me heel moeilijk. Met al die pijn die hij heeft. Maar door zijn striemen zijn we wel genezen. Als hij dat niet had volbracht. Dus ik zou willen zeggen, altijd blijven geloven dat God je wil genezen. Nou, tot zover. En een hele fijne week allemaal.